mezelf voorstellen. Ik ben Jeroen Overman, ik ben adviseur waterveiligheid bij Waterschap de Rensoverijsselse Delta. En om meteen met de deur in huis te vallen, dit verhaal gaat bijna niet over de sterkte van sluisdeuren. Dit is vooral een casus die ik heb aangewend om een verhaal te vertellen over het maken van keuzes en het nemen van besluiten onder hoge druk, zowel van de tijd als van bestuur. We komen wel terug op de sterkte van de sluisdeuren. Maar het voornaamste is, hoe kom je tot besluiten als je niet alles weet en als de druk hoog is? Daarbij wil ik op een aantal momenten wil ik ook jullie een aantal vragen stellen. En dan wil ik, daar kom ik dan wel op terug. Dan zou ik graag hebben dat jullie in de chat een reactie neerzetten. En dan wil ik daar één of twee reacties uitpikken die me intrigeren. En dan als je een reactie plaatst en ik pak hem eruit, zou ik graag zien dat je beschikbaar bent om even je reactie toe te lichten. Zodat we daar even een kort gesprekje over kunnen aangaan. En daarna pak ik hem weer terug naar het verhaal zoals wij dat bij het waterschap hebben beleefd. De aanleiding, de beschrijving van de casus. In de zomer van 2018 hadden we last van extreme droogte. Voor ons gold dat het waterpeil op de IJssel historisch laag was. En we zagen eigenlijk op korte termijn niet echt een verbetering aankomen. Dat betekent dat bij ons de crisisorganisatie actief was. En vanuit alle disciplines van ons waterschap is gezocht naar, lopen we nou risico's in deze situatie, zoals we die nog nooit eerder hebben meegemaakt. Nou, uit één van die risicoscans kwam dat er ergens in ons beheergebied één sluis was in de waterkering, waarop de belasting groter was dan de ontwerpbelasting uit de berekening. Nou, wat betekent het nou? De krachten op de deuren waren groter dan ze volgens de theorie aan zouden kunnen. Dus wij zagen daar een risico in. Ga ik even uitleggen hoe de situatie ongeveer zat. Wat je hier ziet, ik hoop dat jullie mijn cursor kunnen zien eigenlijk. Kan iemand even knikken als jullie mijn cursor kunnen zien? Oh, hartstikke mooi. Het gaat om deze sluis. Dit is de Bernhardsluis in Deventer. Aan de rechterkant van het plaatje zie je de haven. Daar wordt het waterpeil relatief hoog gehouden. En aan de linkerkant is de IJssel. Daar was op het moment in de zomer van 2018 was de waterstand dus lager dan ooit. Je ziet ook dat de twee paar houten puntdeuren zitten. Hier zit er één. En daar zit er één. Op deze foto zijn dat ook de laagwaterdeuren zoals ze nu gesloten zijn. Als ze op deze manier keren, dat betekent dus dat ze het water van de haven tegenhouden, zodat het niet de IJssel instroomt. Achter de haven van Deventer is nog een enorm lang kanaal, het Overijsselskanaal. Dus de mogelijke gevolgen van het eventueel falen van een sluisdeuren zouden heel groot zijn. He, dat zou kunnen betekenen dat het de haven leegstroomt en het hele kanaal daarachter. Dat er misschien schepen aan de grond raken of richting de sluis gaan drijven. Een mogelijke snelle oplossing zou zijn, oké, stop maar met schutten, stop maar met het gebruik van de sluis. En ga getrapt keren. Nou, wat is getrapt keren? Dat is eigenlijk zorgen dat je de belasting op de sluisdeuren eerlijk verdeelt over de binnendeuren en de buitendeuren. Dan ga je eigenlijk de pijl in deze kolk ga je opzetten tot halverwege het havenpijl en het IJsselpijl. Zo verdeel je de belasting en voorkom je dus dat de belasting te groot wordt op de deuren. Even heel kort, de betrokkenen bij deze casus. Dat is uiteraard de gemeente als eigenaar en beheerder van de sluis. Het waterschap als beheerder van de waterkering waar de sluis in ligt. En de gebruikers van de haven, het hele kanaal wat erachter ligt en de sluis. En nu ga ik jullie meteen een vraag stellen. Stel, je bent dus een waterschapper en je hebt geconstateerd dat er een risico is. Die sluisdeur kan theoretisch de belasting die er nu op staat niet aan. Wat ga je doen? Nou, ik ga een klein beetje achtergrond nog schetsen om jullie een beetje te helpen. En dan hoor ik graag jullie primaire reactie. We weten een aantal feiten. We weten dat deze situatie nog niet is eerder voorgekomen. Maar we weten ook dat de deur nog intact is. Dus theoretisch kan die deze krachten niet aan. Maar in de praktijk is die nog niet kapot. De berekening zegt ook niet dat de deur kapot gaat. Maar deze situatie valt buiten het bereik van de berekening die bij het ontwerp zat. En we weten ook dat in dat soort berekeningen altijd veiligheidsfactoren zitten. Die worden meegenomen
om onzekerheden in rekening te brengen. Verder waren er een aantal omstandigheden. Hè. De droogte gold niet alleen op deze plek, het gold in het hele gebied. Dus alle overheden zijn er ontzettend druk mee. En we verwachten geen stijging op de IJssel, misschien zelfs nog een daling in de nabije toekomst. Verder speelde er bij ons nog wel het onderbuikgevoel dat die deuren mogelijk sterker waren dan uit die berekening blijkt. Maar dat konden we niet echt duiden, dat onderbuikgevoel. Dat is ongeveer wat zoals wij het plaatje zagen. En nu ben ik heel benieuwd, graag reacties in de chat. Wat zouden jullie als eerste doen? Of zou je al tot een besluit komen? Hoe zou dat er ongeveer uitzien? Geef ik jullie graag een minuutje voor. En dan hoop ik dat ik er één of twee reacties uit kan pikken. Oké, ik zie een aantal interessante reacties. Waarvan ik er een aantal nu ook niet ga behandelen, maar die komen later in de presentatie vanzelf terug. Ik wil er eigenlijk eerst eentje uitpakken. Even kijken. Ferdy. Zou jij even jouw commentaar een klein beetje willen toelichten? Ik zie dat je hebt gezegd handelingsperspectieven, oftewel opties in beeld brengen. Ja, ja dat is... Dat geeft mijzelf altijd een geruststellend idee, dat ik wel even een scan van wat is eigenlijk de oplossingsruimte die ik heb. Dus welke keuzes heb ik eigenlijk überhaupt? Daar zou ik met een aantal deskundigen wel even heel goed naar willen kijken. Zodat je niet al in een soort tunnel terechtkomt waar je achteraf spijt van hebt. Oké, okay, mag ik daar een verduidelijkende vraag bij stellen? Hoeveel ja. tijd wil je daarvoor nemen? Ja, goede vraag natuurlijk. Ik denk dat moet je toch gewoon in één dag moet je dat gewoon kunnen doen. Laat je van tevoren nog een dag nodig hebben om het goed voor te bereiden, dat je ook de juiste spelers hebt, want je wil ook een soort deskundige beheerder. Hè? Je bent beheerdersoordeel is natuurlijk ook belangrijk, dus je wil wel mensen die verstand van zaken hebben daarbij betrekken. Maar dan na 3 dagen moet je toch een keuze kunnen gaan maken. Zo van dit gaan we doen of dit gaan we verder uitwerken. Oké, dankjewel Ferdy. Even kijken, ik zag nog een andere die ik graag nog even wilde vragen. Ja, Anna W. Je vraagt wie kan hierover besluiten? Als het gemeente is, moet je hen overtuigen dat ze naar het waterschap luisteren en getrapt gaan keren. Beter het zekere voor het onzekere. Dat is... dat is toch een andere insteek dan Ferdy koos. Kun je je verhaal toelichten? Ja, ik geef Ferdy ook helemaal gelijk dat je natuurlijk eerst de opties moet bekijken. En daar heb ik niet aan gedacht. Maar misschien heb ik het gemist, maar het lijkt mij ook belangrijk om te weten wie nou eigenlijk kan besluiten. Is dat wel het waterschap? Want ik meen dat de gemeente eigenaar was. Dat klopt. Ik kan je verzekeren, daar zijn ook wel wat gesprekken over geweest. Maar gezien de urgentie van de situatie, hè, de gevolgen die ik net beschreef als het misgaat, is er toch gekozen om gewoon snel actie te ondernemen. En daarom ga ik, ik denk dat ik nu even doorga naar het vervolg. Er zijn nog meer interessante opties, maar een aantal daarvan die komen gewoon aan bod. Dus ik ga nu door naar wat wij hebben gedaan. Dat wil niet zeggen dat dat het goede antwoord is, maar dat is gewoon wat wij onder hoge druk hebben besloten om te doen en wat er toen is gebeurd. Wij hebben, zoals ook al een aantal suggesties waren, wij hebben een verzoek aan de gemeente gedaan om te stoppen met schutten en getrapt te keren. He, dus die snelle oplossing die ik net al schreef. We hebben bedacht, het is nu al op het randje, volgens de theorie in ieder geval, laten vragen of ze nu alvast die sluis willen dichtzetten. Nou, de gemeente heeft dat verzoek onmiddellijk ingewilligd. Die zagen ook de risico's die daarbij speelden. Een probleem was alleen dat er op dat moment nog een paar schepen in de haven lagen. En dan ga ik door met het verhaal. De gemeente wilde wel graag die schepen eruit laten. He, want die schepen, hoe langer ze in de haven vast liggen, hoe groter de negatieve impact op hun bedrijfsvoering zal zijn. De gemeente heeft daarvoor een richting gezocht van hoe kunnen we dat dan doen? He, een eenmalige noodschutting, alleen maar om de vastliggende schepen nu eruit te krijgen. Nou, die wilden de marge opzoeken in de berekening. Dus eigenlijk alle veiligheidsfactoren eruit halen. En die veiligheidsfactoren die zitten daar normaal gesproken in om onzekerheden een plekje te geven.
om nou die onzekerheden op een andere manier op te pakken, zijn er allemaal voorwaarden opgenomen. Hè, dus met deze nieuwe berekening werd gezocht naar een lagere waterstand waarbij je alsnog kon schutten. En die onzekerheden die moesten dan beheerst worden door een aantal voorwaarden op te nemen. Hè, het scheepvaartverkeer op de IJssel moest dan stilgelegd worden, zodat er geen schepen langs varen die vervolgens de waterstand lokaal nog verder omlaag kunnen trekken. De schepen moesten door de sluizen voorzichtig varen, zodat er geen schroefstralen en golfwerking zou optreden. De schuiven van de schuif moesten langzaam geopend worden, zodat er geen extreme stromingen op worden gewekt. En dat alles moest ook gemonitord worden tijdens de schutting, zodat alles wel goed zou gaan. Daarnaast moest nog het kolkpeil na de schutting weer worden opgezet. Hè, zodat je dan direct na de schutting weer getrapt gaat keren, om de belasting die dan tijdens de schutting op de deuren optreedt, om die kort te laten duren. Deze berekening kwam bij ons binnen met het verzoek om een noodschutting toe te laten. En nu ga ik weer een vraag aan jullie stellen. Hierna doe ik het nog maar één keer hoor. Wat zouden jullie doen als je het waterschap was en je krijgt dit verzoek voor een noodschutting? Ik wil jullie een paar minuutjes geven. Misschien moet ik nog even een klein beetje feiten en achtergrond geven. Er lagen dus meerdere schepen in de haven. Volgens de nieuwe berekening zou schutten bij lagere waterstand wel mogelijk zijn, onder strenge voorwaarden. En we zoeken dus nu de theoretische randjes op. Nou, de omstandigheden waren ook zo dat er grote druk was van de eigenaren van de schepen om ze eruit te laten. Want ze waren gewoon elk moment omzet aan het mislopen. Maar we weten ook nog een hele hoop niet. Dus wat zijn de deuren? Wat kunnen de deuren wel precies aan dan? En zijn die randvoorwaarden bij die noodschutting, zijn die voldoende te beheersen? Nou, dan geef ik jullie nu 1 of 2 minuutjes om een reactie in de chat te zetten. Dan ga ik er proberen weer 1 of 2 uit te pakken. Oké, dank. Ik zie een aantal interessante reacties. Even kijken. Ik zie een aantal keer niet doen. Niet zolang je weet hoe groot de veiligheidsmarges staan. Ik zie nog een keer nee, better safe than sorry. Reactie, zeer beheerst noodschutten en toelaten en monitoren. Dus dat is een beetje conform het voorstel van de gemeente. Ik zie er ook nog eentje toestaan. Eentje tussenstaan, daar wil ik graag even kijken hoor. Dat is weer Anna W, zie ik. Sorry Anna, ik ken je achternaam niet. Ik zie alleen Anna W. De berekeningen uitvoeren en als het oké is, de noodschutting uitvoeren. Is er een noodvoorziening mogelijk in geval van de deuren? In geval de deur het alsnog begeeft. Ik weet niet, ik zie bij Anna trouwens niemand meer zitten voor de camera. Hallo. Oké, je bent er nog. Douwe Iska heeft dezelfde opmerking. Wat doe je als het niet goed gaat? Is er een is er, is, heb je een plan B? Stel dat je met die noodschutting verder gaat. En dus zou je in principe, betekent dat een ja-mits? Dus ja. In principe toestaan mits er een noodplan is waar je ook achter kunt scharen? Dat was meer een informatieve vraag. Ik ben er wel voor om het door te laten gaan. Maar is er een noodplan? Wat gebeurt er als er een van die deuren alsnog het begeeft? Kun je dan nog iets neerleggen of ertussen stoppen? Of... Ik vind het een hele goede vraag. Ik ga even door naar hoe wij het hebben opgepakt. Dat is een vraag die wij namelijk niet expliciet gesteld hebben. Wij zijn er denk ik vooral impliciet, daar heb je dat onderbuik, hè, zijn we ervan uitgegaan dat een maatregel als die sluis faalt tijdens de schutting, dat het heel moeilijk wordt. Dus we hebben er ook niet om gevraagd. Wat wij hebben gedaan, we hebben de uitgangspunten en de resultaten van die berekening gecheckt. Snappen wij de voorwaarden die ze stellen en denken we dat ze daar mee volledig zijn. De waterstand die eruit komt en we hebben de berekening zelf van nul tot helemaal eind laten doorlopen door een onafhankelijk bureau. Kijken, zitten daar nog foutjes in? Of klopt het hele verhaal? Nou, alles leek helemaal volledig voor zover wij het konden zien en het bureau heeft ook bevestigd, die berekening ziet er heel goed uit. Dus wij hebben ingestemd met het verzoek voor de noodschutting onder de gestelde voorwaarden. Wat er toen gebeurde, was natuurlijk wel interessant. Er was toch nog geen noodschutting uitgevoerd.
Hè, dat was, en dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met de grote onzekerheden. Of je die beheersmaatregelen goed kunt uitvoeren. Kun je inderdaad voorkomen dat de waterstand tijdens de schutting nog lager wordt. Of dat er toch iets van golfwerking of boegschroeven optreden. En wie is dan aansprakelijk? En nou, het bleek toch te spannend te zijn, met de gevolgen te groot en toch te veel op het randje, om dit nu in één keer te doen. Dus daarom is de gemeente die is gaan inzetten op twee sporen. Eentje voor de korte termijn, toch een schutregime bij laag water, maar dan met veel minder moeilijk beheersbare factoren erin. Moeilijk beheersbare voorwaarden erin. Dus alleen nog de voorwaarden dat er na de schutting weer getrapt gekeerd moest worden. Daarmee mag je een heleboel andere veiligheidsfactoren mag je weer in je berekening stoppen. Dus ga je wat minder op het randje zitten. Alleen, je mag wel met een kortdurende belasting rekenen. In plaats van een langdurende belasting. Waardoor toch de waterstand wat omlaag komt ten opzichte van wat oorspronkelijk in de berekening stond. En de gemeente wilde inzetten op de lange termijn. Ze wilden eigenlijk op de lange termijn niet met een bijzonder schutregime werken. Dat wilden ze nu alleen om die schepen eruit te laten die er nu vast liggen. Maar om in de toekomst steeds te moeten kijken bij welke waterstand moet ik bepaalde andere maatregelen nemen, dat ging te ver. Dus ze wilden eigenlijk een herziening voor de reguliere vergunning. He, dus kijken naar bij welke, hoe kunnen we die minimale waterstand voor een normale schutting verlagen en is daar misschien een versterking voor nodig. Nou, uit die twee sporen kwam het volgende. Uit het eerste spoor, de korte termijn, volgde de eerste bullet. De gemeente heeft afgewacht totdat de waterstand net voldoende steeg om die schutting met het bijzonder schutregime uit te voeren. Nou, dat is gelukt. De schepen zijn de haven uitgegaan en er is daarbij geen schade aan de deuren opgetreden. En voor de lange termijn kwam de constructeur, die kwam met het verzoek van de gemeente van, nou, kijk eens even naar de sterkte van de sluisdeuren en moeten we versterken. Hoe zouden we dat kunnen doen? Hoeveel sterker moeten ze dan? Toen kwam de constructeur met een nieuw inzicht. Nou, misschien hoef je niet te versterken, kwam de constructeur. Want zoals wij nu die deuren doorrekenen, zit er één zwak element in die deuren. Dat is de pen-gatverbinding van de regels met de achterhar, heel gedetailleerd. De beschrijving van dat stukje daar rekenen we eigenlijk al die deuren op stuk. Maar de modellering van dat stukje is eigenlijk niet passend, zoals dat in de Nederlandse uitwerking van de eurocode staat. En de eurocode, dat is een norm. He, daar wordt in Nederland, worden eigenlijk alle gebouwen moeten voldoen aan de eurocode. Nou, dat, tot in bepaalde mate was dat al wel een beetje bekend aan het worden in het land, dat misschien dat element niet goed gemodelleerd was. Maar hoe het dan wel moest, nou, de gemeente, het waterschap hadden dat nog niet gehoord, maar deze constructeur, die zei, ik heb een alternatief. Er is een alternatief beschikbaar en dat is maar, dat is wel, dan moet je wel buiten Nederland gaan zoeken. He, dat is gebaseerd op de Duitse uitwerking van de eurocode. Die hebben ook deze verbinding beschreven, maar dan zoals deze er daadwerkelijk uitziet. Dus dat model klopt veel beter en dan komt er veel meer sterkte uit. De gemeente die heeft gezegd, nou, dat zien we graag, deze berekening. Als jij die deuren goed kunt rekenen, dan bespaart ons dat een versterking. En daarbij hebben ze natuurlijk direct ambtelijk contact opgenomen met het waterschap om te kijken of we daarin samen konden optrekken. En als waterschap zagen daar ook zeker de baten van. Nou, die berekening is uitgevoerd en de conclusies waren inderdaad dat de deuren veel sterker zijn dan eerder aangenomen. Zo sterk dat reguliere schuttingen eigenlijk bij alle lage waterstanden tot aan de drempel van de sluis mogelijk zouden zijn. En de gemeente wilde op basis daarvan de vergunning herzien. Nu ga ik nog een keer de vraag stellen wat jullie zouden doen. Ik ga nog een klein beetje context geven. De druk is namelijk hoog. Er zijn een aantal schippers die lang opgesloten hebben gelegen in de haven, voordat ze uiteindelijk naar buiten konden. En er is wat bestuurlijke spanning over wie nou aansprakelijk is. En als je dan gaat zeggen, die schepen hebben lang opgesloten gelegen en we gaan nu met een berekening komen, die eigenlijk laat zien dat die deuren wel sterk genoeg waren geweest. He, dat kan wel eens vervelende gevolgen hebben voor claims die al lopen. Dus op dat moment kwamen er zowel bij het waterschap als bij de gemeente, kwamen er ook geluiden naar boven. Misschien moeten we toch maar gewoon een versterkingsmaatregel uitvoeren. He, daarmee voorkomen we wellicht een hoop geneuzel. Of voorkomen we het risico dat de Duitse methode geen stand houdt juridisch.
Hè, het kan voor de beeldvorming helpen. En het kan ook helpen om de kosten, want misschien is die maatregel wel heel goedkoop, de versterkingsmaatregel. Misschien is dat wel veel goedkoper dan allerlei proceskosten voor claims en dergelijke. Ja, en we weten dus niet of de Duitse methode wel stand houdt in Nederland. Hè? Is het dan dat je gaat shoppen tot een norm die jouw situatie wel schikt? Of is het echt een goed verhaal inhoudelijk? Houdt dat inhoudelijk en juridisch stand? Nou, in deze situatie zaten we. En nu wil ik aan jullie vragen, wat zouden jullie doen? Ja, ik zie een aantal interessante reacties. Even kijken. Wouter, zou jij je reactie willen toelichten? Ja. Mijn riskappetijt is hier vrij laag en er komt plotseling een verhaal naar boven. Ik ga hem even op de stoel van een bestuurder neerzetten. Die bestuurder die heeft geen technische kennis waarmee hij kan snappen of de Nederlandse berekening wel goed was of niet. Hij kan het niet snappen of die Duitse berekening goed was of niet, want hij heeft gewoon die kennis niet. Maar wat je wel ziet soms is dat er dan ineens zoiets komt. En dat past zo goed in de oplossing van je probleem dat je hem zomaar overneemt. Maar je moet je blijven beseffen dat je eigenlijk niet weet waarvoor je kiest. Dus ik heb de neiging om daar voorzichtig mee om te gaan. Ik zou het niet terzijde schuiven, maar ik zou eerder zeggen van, goh, nou, als daar echt een verschil tussen zit, dan geef me dat iets meer comfort om iets te verlagen. Maar ik zou niet zomaar naar die norm toe gaan als daar echt een gat tussen zit. Wat zou er voor nodig zijn om wel die beweging te kunnen maken? Of om juist te zeggen, nee, die kant gaan we niet op. Ik denk dat daarvoor nodig zou zijn, zo tijd vergen. Want ik zou daar toch een Nederlandse uitspraak over willen. Ik zou echt een Nederlands bureau willen hebben wat me daar echt over durft te adviseren. Waar ik op terug kan vallen als fout gaat. Dat ik kan ook zeggen, ja, ik heb echt een solide advies ingewonnen. Oké, dankjewel. Even kijken, dan zou ik graag Anneke van Gijzen nog willen vragen voor een toelichting. Want Anneke zegt reparaties uitvoeren. Ja, je zei in je toelichting net dat als je die reparaties uitvoert, dat je dan wellicht die claims kunt voorkomen en dat die reparaties wellicht goedkoper uit van al die claims die over je heen kunnen komen. En ja, ik ben dan pragmatisch, dan voer je die reparaties gewoon uit en dan, dan heb je op die manier het probleem van de claims in ieder geval opgelost en dan koop je tijd om daar verder nog over allerlei normen over na te denken. Dankjewel. Ja, bij ons is het ook wel in bepaalde kringen toch wel redelijk serieus overwogen. Want als wij claims moeten gaan betalen, of dat nou de gemeente is of het waterschap, dat is wel publiek geld. Hè, dus als je dat kunt besparen, dan is dat ook echt beter voor, dat kan dat beter zijn voor de BV Nederland, om het zo te noemen. Even kijken, kan ik er nog eentje uitpakken? Ja, Douwe. Jij geeft aan de Duitse methode door Nederlandse instantie, bijvoorbeeld TNO, laten reviewen. Kun je dat toelichten? Ja, maar ik wil ook even mijn andere toelichten. Want ik zat al druk te typen in de chat. Ik zie er nog één, ja. Ik vind het ongehoord dat je zegt, als mensen recht hebben op een claim, hè, wat je nu probeert te voorkomen is dat particuliere partijen hun claim niet kunnen indienen doordat je bepaalde informatie niet geeft of niet wil gebruiken. Maar die mensen hebben daar ook gewoon potentieel recht op en laat iemand dat onafhankelijk beoordelen. En ik vind het eigenlijk ongehoord om dan dat de schade van die mensen proberen te voorkomen, terwijl ze misschien daar gewoon recht op hebben. Dus waarom laten we dat niet gewoon onafhankelijk beoordelen? Nou, dat roept mij een vraag op. Hebben ze er recht op omdat die sluisdeuren sterk genoeg bleken te zijn? Of hebben ze er recht op überhaupt omdat ze in de haven lagen? Wie moet dat beoordelen? Niet degene die gaat over welke rekenmethode gehanteerd kan worden, maar in extreme de rechter. En als je dan dit laat meewegen in je afweging, ben je wat mij betreft niet zuiver bezig.
Even persoonlijk vlak ben ik dat natuurlijk helemaal met je eens. En dat heb ik ook geprobeerd te bepleiten. Even kijken. En je andere opmerking? Ja, inderdaad, een externe partij uit Nederland vragen om hierop te reviewen, een partij met gezag. Dus ik dacht bijvoorbeeld aan TNO. En dan bedoel je vooral een inhoudelijke review dan? Ja. Ja, nou EMW hebben wij ook aangedacht. Even kijken. Ik zie nog een reactie van Pieter-Jan Hofman. Even kijken, geen afwijking eerder besluit, stremmen scheepvaart continueren. Zou je dat willen toelichten? Ja, dat wil ik zeker toelichten. Het is zo dat het is onder hoge druk. Het risico is groot voor de hele regio. En het is ook een zeker bedrijfsrisico wat gedragen moet worden door de schipper zelf. Het zijn omstandigheden die je van tevoren niet kan bezien. En ja, dan is dit het risico wat de schippers dan moeten dragen op dat moment. Dus het algemeen belang gaat voor het individueel belang in dit geval. Als je maar goed je besluiten kan argumenteren, dan lijkt mij dit de beste weg. Want op een zeker moment kom je in een domino effect terecht. En als de schade inderdaad op gaat treden, hoe sta je dan ervoor? Safety first. Even kijken hoor, ik probeer even te plaatsen. Want de schepen waren op dit moment al de haven uit. Bedoel je, had je in je hoofd dat ze er nog in lagen? Of bedoel je dat we eigenlijk niet die berekening moeten gaan proberen te herzien? Nou, omdat er toch een zeker bedrijfsrisico is, in dit geval. Het zijn bijzondere omstandigheden, onvoorzienbaar. En ja, moet je dan zo'n inspanning gaan plegen om het risico te nemen dat je later toch in een vuik komt als waterschap met alle goede bedoelingen van dien. En er zijn ook nog schepen die wachten aan de andere kant. Want ik neem aan dat bedrijfsvoering van de bedrijven die in Deventer liggen ook nog weer bevoorraad moet worden. Hoe ga je daar dan mee om? Dus de ene kant heb je de schepen eruit, maar er komen ook weer schepen naar de haven toe. En hoe redigeer je dat? Ja, oké, dankjewel. Dan ga ik even door naar wat wij hebben gedaan. Nou, we hebben gedaan wat ook al een aantal keer is gesuggereerd. We hebben contact gehad met inhoudelijke landelijke expertgroep. En wij zochten inhoudelijk eigenlijk verificatie van, is dit nou een goede methode? Wij zijn naar het KPR gegaan, kennisplatform risicobenadering. Het is een landelijke groep van experts op het gebied van waterveiligheid. En er zitten ook specifiek nog kunstwerken experts bij. En hebben wij ook gevraagd, wat vinden jullie van deze methode? Daar kwam uit dat zij... Ook daar was al wat kennis aanwezig en wat meer dan we bij het waterschap hadden. Van, nou ja, we weten al dat die methode die we in Nederland hebben, die is niet helemaal passend voor dit. Want we rekenen in heel de Nederland, rekenen een sluisduren stuk, waarvan we allemaal ook het gevoel hebben dat het niet klopt. Dus ze hadden er al wat iets meer ervaring mee en hebben eigenlijk gezegd, deze nieuwe rekenmethode ziet er echt heel mooi uit. Daarnaast hebben wij contact gezocht met onze advocaat van het waterschap over de juridische houdbaarheid van het gebruik van de niet-vigerende methode. Want we willen inderdaad niet de schijn wekken dat we gaan shoppen naar een norm die ons het beste past. Dus is dit nou echt iets wat we met goed fatsoen kunnen toepassen? Nou ja, als dat zo is, dan zou je het zelfs nog, dan wil je het eigenlijk verder nog gaan toepassen. Dus niet alleen voor deze sluis en voor deze case. En we hebben de berekening weer laten controleren door een onafhankelijk bureau. Want dit ging natuurlijk ons kennisniveau ver te buiten inmiddels. Dus we hebben ook weer die hele berekening van begin tot eind laten doorlopen. Zitten hier nu missers in of is het echt een logisch verhaal? Nou, alles zag er goed uit. We kregen positief advies van de advocaat, van het KPR en van het onafhankelijk bureau. Dus wij hebben gemeend de aangepaste vergunning te verlenen op basis van de nieuwe berekening. Waarmee dus de sluis ingezet kan worden bij alle lage waterstanden zonder bijzonder schutregime. En we hebben samen met de gemeente hebben gewerkt aan het persbericht, wat natuurlijk in de kern ging over voortschrijdend inzicht. Met de kennis van toen vonden we het niet verantwoord om door te gaan met schutten, om die schepen eruit te laten. De risico's waren te groot, of te onbekend voor ons. We wilden dat risico niet nemen dat het misging, dat die haven leeg zou stromen. Met de kennis van nu kunnen we inderdaad zeggen dat die deuren wellicht onterecht dicht zijn gegaan. Dat wisten we gewoon toen niet.
Dus daarom kunnen we nu de situatie anders aanvliegen dan we toen konden. Dat hebben wij gedaan. Dan wil ik doorgaan naar de afsluiting eigenlijk. Ik wil nog twee dingen zelf even kwijt. En daarna ben ik benieuwd of jullie nog bepaalde gedachten hebben. Eén is, deze casus is nog niet klaar. Ik had dit onderwerp, heb ik ongeveer een half jaar geleden aangedragen. Van dat zou wel interessant zijn om over te vertellen. Afgelopen najaar zijn er nieuwe claims binnengekomen bij gemeente en waterschap. Dus het is nog niet klaar. Dus het was wel spannend om dit onderwerp te bespreken, kan ik je vertellen. En daarnaast heb ik contact opgenomen met partijen als het KPR, het HWWP, het kennisprogramma Natte Kunstwerk, om te kijken of we deze kennis landelijk kunnen laten landen. Hè, zodat deze rekenmethode, dat die toegepast kan worden in heel Nederland, om sluizen niet onterecht af te keuren. Of als je toch een sluis gaat maken of verbeteren, dat je daarmee veel meer op maat kunt maken. Dat wou ik zelf nog kwijt over de voortgang van deze casus. Ik ben benieuwd of er nog mensen zijn met vragen of ideeën hierover die ze nog kwijt willen. Graag een opmerking in de chat. En dan wil ik Ludolf even mee vragen om mee te kijken als er heel veel worden. Even kijken, Wouter. Is de conclusie ook dat tijdens calamiteit Bob dynamisch is? Kun je die vraag even toelichten? Ik ben nog niet zo, ik zit nog niet zo lang in het waterschapswereldje in tegenstelling tot een aantal anderen. Ik merk dat daar beeldvorming, ordevorming, besluitvorming model heel sterk wordt gehanteerd. En dat is prachtig in een hele rustige wereld. Maar op het moment dat je eigenlijk in een calamiteitssituatie zit, en zo zou je dit kunnen beschrijven, dan vorm je een beeld, dan heb je een oordeel. En terwijl je bezig bent naar een besluit te gaan, dan verandert het beeld en verandert je oordeel. Dus het hebben van een B en dan een O en dan een B en dan zijn we klaar, werkt hier volgens mij niet in zo'n situatie. Het is dynamisch. Er komen steeds aanvullende beelden bij of veranderende beelden bij, waardoor je oordeel ook veranderd wordt en mogelijk je besluit anders zou zijn. Of misschien moet je het besluit rekening houden met onvolledige beeldvorming. Ja, zeker. Ja, dat was een van de belangrijkste issues waar we tegenaan liepen met deze casus. Hè. We wisten gewoon niet alles. En hetgene wat we dachten te weten, dat is in de loop van het proces veranderd. En dat maakt het heel lastig, inderdaad. Even kijken. Oscar, kun jij je vraag even toelichten? Ja, ik heb in de chat gevraagd of jullie gebruik hebben gemaakt van van jullie risicomatrix, jullie bedrijfswaardematrix van het waterschap, of een afgeleide versie van de operationele risicomatrix. En ik vraagde dan dat wij bij Delfland daar ook gewoon mee werken of proberen te werken van alle casussen. En dit is dan eentje die bij ons langskomen, om we dat ergens een plekje kunnen geven op die risicomatrix, waar natuurlijk veel meer dingen in zitten dan alleen de technische aspecten. Maar ook dingen als imagoschade en dergelijke. Zodat je al dit soort casussen die over je hele waterschap spelen, dus niet alleen waterkeringen, maar ook in het watersysteem of in de waterketen, ja, op een gelijkwaardige wijze kunt beoordelen en daar dan tot besluiten kunt komen. Ja, vind ik een hele leuke vraag. Wij zijn, as we speak, heel druk bezig om bedrijfswaardematrix te maken. In het kader van asset management, wat we nu echt veel professioneler op poten aan het zetten zijn. Destijds hadden we daar nog niet de beschikking over. Die lag nog niet paraat. Dus waarschijnlijk zijn heel veel dingen die we nu in een risicomatrix stoppen wel meegewogen, maar dan impliciet. Okay. Even kijken. Ferdy, je had nog een vraag? Ja, dank je. Het komt mij toch voor dat jullie samen met de gemeente toch wel eigenlijk datgene hebben gedaan wat redelijkerwijs van jullie verwacht kon worden. Je bent voorzichtig geweest. Je hebt uiteindelijk toch laten onderzoeken van, hey, kan het? Nou, toen bleek dat het toch kon en toen heb je het ook gedaan. Dus waar zit het risico dan in van die claims? Of hebben andere partijen, zou er toch gevonden kunnen worden dat jullie tekort zijn geschoten in die periode daarvoor? Nou ja, de mensen die claims indienen, die hebben natuurlijk ook juridische ondersteuning erbij. Dus die gaan zoeken naar alle mogelijke twijfelachtige dingen die zijn gebeurd.
ik denk ook dat wij het behoorlijk goed hebben gedaan. Ik ben zelf redelijk tevreden. We hadden het misschien beter kunnen doen, hoor. Hè, zoals er kwam straks al een suggestie naar voren. Hè, voor die noodschutting. Heb je gedacht aan andere noodmaatregelen, hè, om die noodschutting mogelijk te maken, maar dan toch, als het misgaat, iets anders te doen? Hebben wij toen niet expliciet over nagedacht, hadden we misschien wel kunnen doen. Dus er zijn echt wel dingen die wij beter hadden kunnen doen, denk ik. Maar over het algemeen denk ik dat we, met de kennis die we op elk moment hadden, dat we de goede dingen hebben gedaan. Dat wil niet altijd zeggen dat je onder claims uitkomt, denk ik. Maar dan is het, ja, dan moet je ook, perceptie is heel belangrijk. We moeten het ook goed uit kunnen leggen. En het moet dan ook begrepen worden door de partij die daar besluit over gaat nemen. Dus dat blijft spannend. Ook al denk ik dat we het goede hebben gedaan. Maar bedankt voor je opmerking. Leo, voor jou leert dat de techniek alleen een beperkt gezichtspunt is. Ja, ja, dat kun je wel zeggen, ja. De techniek was heel belangrijk hierin, maar bij lange na niet het enige en ook zeker niet het belangrijkste, denk ik. Hoewel we uiteindelijk, en daar ben ik wel trots op, dat we hebben gekozen om te proberen om het verhaal van voortschrijdend inzicht te vertellen. Nou, daar ben ik persoonlijk heel blij mee dat we dat, hè, als techneut, dat we dat gaan proberen. Dus de, nou ja, dat maakt de inhoud dat er toch nog wel wat gewicht heeft. Even kijken. En dan Douwe, heeft het waterschap bewust gekozen om de gemeente te verzoeken de sluis te stremmen in plaats van dit op te leggen? Ja, aansprakelijkheid. Ik ga daar niet te ver op in, want het is juridisch lastig. En je, zoals je weet, speelt er nog het een en ander. Maar ik kan je wel vertellen, dat is een interessant vraagstuk, dit. Ja, rechtsgrond voor de inwillige claims, ja, dat is ook juridisch. Kan ik ook niet zoveel over vertellen. Leer voor de toekomst. Jan, kun jij je vraag toelichten? Jan, je microfoon staat uit. Ben ik verstaanbaar? Ja. Ik ben een oude rot in het vak. Ik ben constructeur geweest in mijn werkbare leven. Ik heb 40, 50 jaar in de constructieve waterbouw gezeten. Ik ben ook bestuurder bij een waterschap en gepensioneerd. Als ik naar de hele zaak kijk, dan hebben jullie gehandeld zoals je normaal denkt te moeten handelen in die periode van enkele jaren geleden. Als je het nu zou moeten doen, dan zou je, denk ik, en hebben jullie waarschijnlijk al gedaan, een soort risicoanalyse maken van die hele sluis. En ik zou dan willen pleiten dat de risico's in de toekomst te voorkomen door niet te zuinig te construeren. De sluizen worden steeds zuiniger ontworpen, steeds andere materialen die we niet kenden, dat zijn allemaal risico's. En ik heb altijd gepleit om een sluisdeur of een puntdeur of een hefdeur of een schuifdeur altijd te kunnen pakken met schotbalkspanningen links en rechts. Dus noodschuttingen. Als je dat doet, dat kost in wezen kost dat haast niet meer. En je kunt daar gigantisch veel risico's mee uitsluiten. Dus ik zou willen zeggen, ondanks de goede risicoanalyse, zou ik bij het ontwerpen van de sluizen altijd dubbele schotbalkspanningen toepassen en de schotbalken op de sluis zetten. En dan met een kraan erin hijsen, zo gebeurt. En je voorkomt een dubbele beveiliging en je voorkomt dit soort problemen. Ja, dankjewel. Ja, ik hoor jou vooral zeggen, hè, met de kennis van nu kunnen we waarschijnlijk veel scherper ontwerpen dan vroeger. Maar waarom zou je dat doen? Hè, je gaat voor een heel klein beetje extra wat je daar aan budget bespaart. Ga je op het randje zitten, terwijl dat nergens voor nodig is. Dankjewel, vind ik een mooi inzicht. Volgens mij moeten we gaan afronden. Ja, want het is. Ik wou jou vanuit de organisatie van het Kennisfestival zeer hartelijk danken voor jouw enorm interessante lezing, die niet alleen Do Fact Matter raakte, maar ook nog eens de verschillende soorten facts, hè, de verschillende soorten insteken. Echt niet alleen techniek. Dus in die zin een heel mooi verhaal. En nou, dat was er aan de reacties ook te merken. Het is. We hebben nog anderhalf minuut of zo en dan gaan we door naar het volgende verhaal. Dus Jeroen, jij bedankt. Graag gedaan. En ik zou Bart Strijker en Douwe willen vragen om hun presentatie alvast klaar te zetten. Dus Jeroen, als jij jouw scherm weer niet meer deelt, dus ontdeelt, dan kunnen de andere twee hun scherm klaarzetten.
En dan zal ik ze zo even kort introduceren.